ten strengste af. We betreuren de hieruit voortgekomen doden en gewonden ten zeerste. Onze gedachten en geweten gaan uit naar de families van degenen die overleden zijn en we wensen alle gewonden een spoedig en gezond herstel. We leven mee met het Franse volk. Mag ik dan beginnen met jullie allen van harte het allerbeste te wensen voor 2015 met een goede gezondheid en heel veel mooie uitdagingen. Het is voor mij de grootste uitdaging om tegen zo'n publiek te spreken. Dat is niet mijn sterkste kant, dus ik zal nog een beetje moeten verder lezen. Als FedAxio zien wij elk project als een nieuwe uitdaging en een nieuwe opportuniteit om samen met kennis, creativiteit en passie de kunst van het samenleven waar te maken. Ook in 2015 kan het belang van de driehoeksverhouding overheid, middenveldorganisatie, burger van onze Belgische maatschappij moeilijk overschat worden. FedAxio is altijd hard blijven doorwerken om duurzame en kwaliteitsvolle projecten te leveren. Het ambitieuze project 50 jaar in België zag in 2012 het levenslicht. Het doel was om minstens 50 verschillende sociale, culturele, artistieke en sportieve evenementen te organiseren om de migratie van de Turkse gemeenschap naar België te herdenken. Ik ben fier dat het ons is gelukt, maar ik ben nog meer fier op het feit dat de rijkdom die de multiculturele samenleving, de individuele verscheidenheid en de sociale cohesie is benadrukt. Dit is een mijlpaal op weg naar een gezamenlijke toekomst. Bruggen bouwen is onze prioriteit. FedAxio draagt vooral bij aan de verbondenheid tussen mensen en bewijst telkens weer dat diversiteit geen last is, maar een inspiratiebron en cultuur de ruggengraat. Namens het hele FedAxio-team wens ik u een plezierige avond toe. Dank u. Nous sommes par ailleurs honorés de vous accueillir ce soir ici à Anvers, dans ce magnifique endroit. Cette grande aventure de l'immigration a commencé il y a 50 ans avec nos grands-parents, travailleurs marocains et turcs venus en Belgique pour combler le déficit de main-d'œuvre dans le secteur industriel. Aujourd'hui, après 50 ans, on ne parle plus d'ouvriers invités ou d'immigrés, mais de citoyens belges à part entière qui ont gravi les échelons sociaux et s'intéressent désormais aux problématiques qui apparaissent en Belgique. Ils montrent ainsi une véritable volonté de s'intégrer aux valeurs de leur pays d'accueil, tout en conservant leurs propres valeurs. C'est dans cette perspective que s'inscrit notre fédération FedAxio, organisation parapluie, regroupant aujourd'hui plus de 50 associations initiées par des citoyens belges d'origine turque, qui visent à contribuer positivement à la société belge dans des domaines tels que l'éducation, la jeunesse, la culture, l'art, la vie professionnelle, l'économie et l'entrepreneuriat. À l'occasion du 50e anniversaire de la présence turque, nous avons lancé le projet 50 ans en Belgique, un avenir à construire ensemble. Celui-ci a été inauguré en 2012 et comprenait un large éventail de plus de 50 activités sociales, culturelles, sportives et éducatives qui ont lieu aussi bien à Bruxelles qu'en Flandre et en Wallonie. Avec ce projet, nous voulions d'une part porter un regard en arrière sur l'histoire de l'immigration en un demi-siècle, mais aussi et surtout tisser des liens entre citoyens issus de cultures et d'horizons divers et contribuer ainsi au vivre ensemble. Durant 3 années, nous avons organisé des événements très diversifiés, des concerts, des expositions, des conférences, des festivals, des concours de caricature, de dessin, de littérature et bien d'autres activités en collaboration avec nos membres ainsi que des partenaires extérieurs. Nous nous réjouissons de constater que plusieurs dizaines de milliers de personnes y ont participé. Par exemple, notre festival des Journées culturelles de Bruxelles, qui a duré 4 jours, a attiré à lui seul plus de 40 000 visiteurs lors des 3 éditions. Mesdames et messieurs, nous espérons que tous ces projets ont été de belles occasions pour partager avec tout un commun, avec tout un chacun, les défis liés au vivre ensemble, à la cohésion sociale et à la citoyenneté active,
et que nous avons ainsi donné à notre manière une valeur et une profondeur au cinquantenaire de l'innovation. Pour terminer, j'aimerais remercier tous les représentants des pouvoirs publics belges pour leur aide et leur contribution dans l'organisation de ces commémorations. Je tiens aussi à remercier particulièrement M. Hélène de nous avoir permis d'organiser cet événement ici ce soir. Et enfin, merci à chacun d'entre vous d'être présent, car cet anniversaire n'a de sens que s'il est fêté ensemble. Ich danke allen nochmals an Magdeburg, an Wesiheld, auf diese besondere neue Abend und wünsche euch alle beste Wochen im neuen Jahr. Jullie hebben zojuist enkele beelden kunnen zien van sommige evenementen die we samen met onze lidvereniging hebben gerealiseerd in de voorbije 3 jaar. De gemeenschappelijke noemer van al deze activiteiten was de 50 jaar Turkse migratie, maar bovenal een positieve bijdrage leveren aan de sociale cohesie van ons land. Alhoewel het een bescheiden bijdrage is, denk ik dat wij hierin geslaagd zijn. Wij zijn ontroerd met de inzet en motivatie van onze talrijke vrijwilligers, waarvan ook dit vandaag hier aanwezig zijn. Zoals mevrouw Pijman net ook aanhaalde, zijn ons project 50 jaar in België gestart in het jaar 2012. Dankzij de diverse evenementen in de afgelopen 3 jaar hebben we enorm veel ervaring en kennis kunnen opbouwen en zijn we in contact gekomen met zeer inspirerende personen. Van politici tot academici, van kunstenaars tot topsporters, van activisten tot modale burgers, van ondernemers tot bestuurders. Dankzij deze contacten is ons wereldbeeld verder vergroot en hebben we ons persoonlijk verder kunnen ontwikkelen. Met de kennis, ervaring en zelfvertrouwen die we hebben opgebouwd, zullen we in 2015 en de komende jaren de meeste activiteiten van de afgelopen 3 jaar verder ontwikkelen en ze structureel inbedden in onze werking. Hiervoor zijn we ook op zoek naar partners, omdat wij geloven dat samenwerking een basisvoorwaarde is om de sociale cohesie in de maatschappij te versterken. In de voorbije jaren kregen we vaak te horen dat we ontbreken in het publiek debat als proactieve, zelfkritische en genuanceerde denkers. Na intern overleg hebben we besloten om een studiedienst op te richten om relevante standpunten te formuleren voor de maatschappelijke kwesties, zodat we onszelf kunnen bewoorden in het publieke debat. Wij hopen hiermee te kunnen bijdragen aan het publiek debat dat enorm belangrijk is voor onze democratie. Als redactie hebben we 1 droom voor het nieuwe jaar en dat is dat we ons niet neerleggen bij het onbegrip en het negativisme die vandaag de samenleving overheersen en wat vandaag in Frankrijk gebeurd is. Dat we niet berusten in stilstand, maar dat we opnieuw perspectief bieden, hoop geven dat we de gezamenlijke verantwoordelijkheid en de solidariteit in onze samenleving terug in beweging krijgen. Want dat is de reden waarom we hier zijn. Voordat ik mijn woord afsluit, is mij iets binnengevallen, dus iets voorgeschreven tekst. Wij zijn onze projecten begonnen met het karikatuurwedstrijd. Dat was een symbolische wedstrijd. We dachten, laten we met iets symbools beginnen, dat toen dat karikatuur de gemeenschap uit elkaar drukte, dat we hetzelfde instrument konden gebruiken om gemeenschappen dichter bij elkaar te brengen. Het was gelukt, want straks, jullie gaan straks hier beneden ook verschillende aanmerkingen krijgen mee naar huis. Dus we hebben de winnaars van de winnende cartoons een kaart gedrukt en daar gaat u mee krijgen. En het is ook gelukt, dus het heeft allemaal heel mooie cartoons teweeg gebracht en dat heeft dan de samenhorigheid op een kaart kunnen brengen. Maar wat vandaag gebeurt, hebben ze weer de cartoonisten aangevallen en ons persleider weer aangevallen. Dat, zoals mijn voorzitter wel zegt, betreuren we enorm en veroordelen deze barbaars daarvoor niet. En als slot, gewoon in het Frans. Nous vous souhaitons une bonne année en espérons que cette nouvelle année vous apporte beaucoup de joie et d'espoir. Merci.